Hey Mauro, jullie spelen vanavond op Lowlands voor de vierde of vijfde keer. Was jij de vorige Davis optreden, was jij daar al bij? Nee, ik heb hier wel ooit met de Evil Superstars opgetreden. Ja, oh, dat is lang geleden. Wanneer was dat, weet je nog? Dat moet rond 1996 of zo geweest zijn, of 97, ik weet het eigenlijk zelf niet. Hoe was dat? Heel fijn herinner ik mij. Het was een veel volk in de tent. We hadden best wel wat succes, herinner ik mij ook. Ja, goede herinneringen wel. Oké. En je zegt net de zomertour is vandaag min of meer afgelopen. Ja, we hebben nog één optreden ergens in Frankrijk, Noord-Frankrijk. 30 augustus of zo, maar we hebben net een hele reeks optredens achter de rug en dit is de afsluiter ervan. Ja. Ja, hoe gaat de tour? Zeer goed. Dus je bent een andere band dan zeg maar aan het begin van de tour. Wanneer begonnen jullie met Vantage Point? Maart, april? Ja, dat is ook de band die de Pocket Revolution Tour heeft gedaan. Dus we kennen elkaar ondertussen wel. Maar het is altijd fijn geweest. Weinig inzinking of geen eigenlijk. Ja, misschien eens één optreden, maar iets meer favoriet, persoonlijke favoriet van een groepslid dan een ander. Maar over het algemeen is het echt wel een feest geweest. Oké, wat zijn nou van de nieuwe plaat de songs die het beste gaan, weet je, live? Technisch. Live? De meeste songs gaan wel live. Nummers zoals The Architect, die gaan live. Die komen dadelijk goed over. En Smoke is Reflect, dat is eerder een traag nummer, een slow. De meeste nummers eigenlijk. De plaat is zeer geschikt om live te spelen, vind ik. Ja, meer dan de vorige? Ja, misschien wel. Een tikkeltje meer wel. Ja. De vorige, daar stonden eigenlijk spelen van de vorige ook alle nummers live, behalve twee als ik mij goed herinner. Dus dat is ook een goed gemiddelde. Dus. Oké. Okay. Mm-hmm. En zijn jullie al als band al vooruit aan het kijken naar een volgende plaat? Of? Ja, we zijn al bezig eigenlijk. Nummers aan het schrijven. Aan het jammen. Tom die al bij zijn thuis al nummers aan het maken is, samen aan het stellen. Dus ja, we zijn al bezig. Oké. Okay. Het gaat relatief snel de laatste tijd met Deus. Ja, dat is wat wij doen. En het is fijn eigenlijk. Ja, want hoe lang zit je er nu bij? 4, 5 jaar? Ik denk ondertussen 4 jaar of zo. Ja. Ik kan nog de gitarist zijn die het langst bij Deus. Is. Ja, precies. Want jij had altijd een reputatie dat je veel andere heel snel wisselde van bands en projecten. Ja. Maar hoe sta je er nu in? Ja, ik doe nog altijd evenveel dingen hoor. Maar het verschil is dat vroeger, als ik zelf een band had, dan had ik ook de macht om te beëindigen. En ik verkoos altijd. Ik voelde altijd aan dat het van korte duur was, dat ik dan een nieuwe richting op moest of zo. Zeker toen ik jong was, ik bedoel daarmee 10 jaar geleden. Maar nu heb ik daar ook een beetje leren mee omgaan. En bij Deus is het zeer goed vertoeven. Maar wanneer voel je dat iets voorbij is, dat je weg moet? Dat hangt er vanaf. Er staat nooit echt een datum op, maar ik ben wel zeker van mijn gevoel dat ik denk van nu moet ik veranderen van groep. En bij Deus heb ik dat gevoel nog altijd niet. Ik denk van ja, kan er gerust nog een plaat en een tour bij. Oké, maar hoe bekijk je het? Kijk je van plaat naar plaat of van tour naar tour? Ja, ik ben muzikant, dus dat is wat ik doe. Opnemen en live spelen. Het is het geheel. En ik speel liever live dan in het studio zitten, maar in het studio doe ik natuurlijk ook wel wat er van mij verwacht wordt. Het is wat iedereen doet. Elke muzikant, elk bandje dat de wereld rondreist en een nummers wil laten horen. Ja.